Om de bewustwording voor kinderen met een beperking te stimuleren, zal er een monument voor deze doelgroep worden opgezet. Het monument moet voortvloeien uit de teken- en schilderactiviteit van het project. Iedereen hoort erbij, dat maakt mij blij. Die vandaag is georganiseerd in de Paramaribo Zoo. De Stichting Nationaal Monument Kind en Beperking Suriname werkt samen met het Directoraat Cultuur en de districtscommissaris van Paramaribo Noordoost aan het op gang brengen van de bewustwording voor kinderen met een beperking. Roselien Daan, directeur van cultuur, zegt dat de mens met een beperking in vergetelheid raakt. Veelal verblijven ze in opvangcentra waar ze de nodige aandacht krijgen. Echter moet er meer gedaan worden zodat de totale gemeenschap bewust wordt van deze doelgroep. Daan benadrukt dat het gaat om mensen en zij hebben waarde. Dat betekent dat ze niet alleen weggestopt moeten worden ergens in een centrum, in een opvangcentrum, in een inrichting. Maar dat ook de samenleving die feel moet hebben om het nodige te doen om ze eruit te halen om een beetje bij te dragen aan hun vorming. En we geven hier een startschot. We beginnen met de creatieve vorming in samenwerking met de Nola Hatterman Art Academy. Daarvoor zijn de docenten van Nola ook hier. En we gaan een beetje met de kinderen werken, kijken naar hun interesses. En ze zijn er ook samen met andere jongeren zonder een beperking. En natuurlijk hebben die jongeren hun eigen tempo dan degene die een beperking hebben. Maar het gaat om die awareness, die bewustwording, dat we ook die jongeren aanleren van hey, jullie zijn er. Er is ook een andere doelgroep en gezamenlijk kunnen we wel tot iets komen en dat moet zich vandaag laten zien. Aan de hand van de tekeningen die verzameld zullen worden, zullen we nagaan als er één ertussen is die goed bevonden is voor zo'n monument. En op basis van die tekening zal het monument worden ontwikkeld. Tirsa Robles, de Medina, coördinator van het project, iedereen hoort erbij, dat maakt mij blij, geeft aan dat dit project de kinderen met een beperking beter moet laten integreren in de samenleving. De taboe die er bestaat over deze doelgroep moet weggewerkt worden. Ze wijst er ook op dat sinds het eerste kwartaal van dit jaar er gewerkt wordt aan een plan om een monument voor kinderen met een beperking te ontwikkelen. De kinderen zonder beperking te laten interacten door teken- en schilder, deze teken- en schilderactiviteit te organiseren en de kinderen en de mensen een leuke dag te bezorgen. En dat plan is al sinds maart met de DC besproken van Paramaribo. En daar is dit plan voor en daarvoor hebben we hier ook de kunstenaars van de Nola Hatterman Stichting die de kinderen gaan begeleiden in dit project. Oké, nadat de kinderen de schilderijen hebben gemaakt, wat wordt ermee gedaan? Dan gaat de kunstenaar die het monument gaat maken, die gaat dan daar zijn inspiratie uithalen. Uit de, wat de kinderen, de thema's die de kinderen voor geschoten krijgen. Zoals iedereen hoort erbij, dat maakt mij blij, dat is één thema. En uit die tekeningen moet de kunstenaar inspiratie halen.